Op zondag 6 januari was het precies 248 jaar geleden dat Johannes Arabi als eerste Maron door Christoffer Kersten in Suriname is gedoopt. Jaarlijks wordt zijn doopdag op uitbundige wijze gevierd in de christelijke dorpen, waaronder Nieuw Aurora te boven Suriname, waar Arabi van afkomstig was. Ook is er in het dorp een school naar hem vernoemd. Zijn bekering is echter niet zonder slag of stoot gegaan en het heeft ook veel stof doen opwaaien. De Johannes Arabidag had dit jaar meer publieke belangstelling. De organisatie Brasa Nederland en de stichting AILS, Authentic Lifestyle Suriname, hebben namelijk samen met de lokale bevolking en het traditioneel gezag van Nieuw Aurora en omgeving de handen ineengeslagen om de herdenking nog meer aandacht te geven. Hiertoe is op 5 januari door het traditioneel gezag onder leiding van hoofdkapitein Kalu Sampi een commissie samengesteld. Deze bestaat uit Mariet Fernand, Roy Risti, Rob Jansen, kapitein Etire Sampi, Doreen Adipi en Mildred Alexander. De commissie was op 6 januari reeds actief bij de ondersteuning en promotie van de Johannes Arabidag, die tevens gold als het Oppojari-festijn in het gebied. De dag begon met een kerkdienst en uitleg over de achtergrond van de herdenking. Risti is blij met de aandacht en verdieping van deze dag. Het is een onderdeel van onze geschiedenis en dat moet op komende generaties worden overgedragen. Aldus de Brasa-initiatiefnemer.